leuk dat je kijkt naar de nieuwe juffenvlog. Het is vandaag vrijdag en het is 6 december en ik neem jullie mee. Het is dus vrijdag en Roos is er nog steeds, want het is stageweek voor de IPABO-studenten. En ik ben afgeleid, want Roos staat op dit moment een foto van mij te maken. Ik denk dat het wel leuk is, dan heb je een foto van hoe ik eigenlijk altijd in dit hoekje de vlog open. Maar goed, ik dwaal af. Het is bijna kerst en dat betekent dat Sinterklaas weg is en dat we het klaslokaal gaan omtoveren tot een heel kerstspektakel. Wat gaan wij nou doen? Ik ga jullie eventjes voorbeelden laten zien en nabeelden. De kinderen mogen vandaag later beginnen omdat zij pakjesavond hebben gehad gisteren. Dat is ideaal, want ik heb een knutselidee. Jij weet dat nog niet. Je snapt het ook niet, dus ik ben slecht in uitleggen vandaag. Nee, ik heb iets in mijn hoofd met ecoline en sneeuwvlokjes. De kerstboom gaan we opzetten. Ik ga jullie gewoon weer meenemen vandaag samen met Roos. En ik laat jullie even de voorbeelden zien en dan de nabeelden. Zullen we dat achter elkaar plakken helemaal aan het eind? Ja, dat is wel leuk. Ja, niet helemaal doorspoelen aan het einde dan, oké? Want dat vind ik niet leuk. Maar die laat ik even achter elkaar zien dan. Ja, Niek is daar. Ja. Wat heb je? Die heb je gisteren gehad, hè? Ja. En die heb je meegenomen. En wat zei je nog meer? Ik heb deze van Sinterklaas gekregen. Oh, en ik heb deze trui gekregen. Wat mooi. Nou, je mag er even lekker mee spelen. Je mag ook naar Beweegwijs, maar je mag ook zo meteen mee knutselen alvast. Ja, we hebben geen laadjes. Oh, die laadjes die hoeven niet. Ja, nee, die horen maar. Oh. Nee, die kunnen weer terug. Even kijken, die placemats die kunnen gewoon zo op de tafel. We gaan nu alles lekker in de kerstkast hier thuis. Vier! Ja, vier. Wij gaan naar staan. Ja, ga maar zitten. Dus dan. Jullie hebben net eventjes in het boek gelezen, want we hebben het even omgegooid. Wat gaan wij nou doen? Jullie krijgen zometeen tijdens de startronde van de klassendienst je estafetteschrift. Deze kun je zelfstandig maken. En welke les is het, Iu, van estafetten? Les 9. Les 9. Goed kijken, jullie hebben dit al een keer gehad. En daarnaast krijg je ook een Chromebook. Sommige kinderen moeten de instaptoets nog even afmaken, dus die krijgen geen Chromebook. Dus je krijgt en je estafettewerkschrift en het estafetteboek en een Chromebook. Dan mag jij zelf weten of je eerst je estafette gaat maken of eerst gaat rekenen op het Chromebook. Mag je zelf weten. Als je het maar allebei doet. En van rekenen wil ik dat jullie maken les 1, 2 en les 2, 3. Dat je daar zorgt dat je een krul hebt. In ieder geval bij 1 van die 2. Ik heb de timetimer al aangezet. En hij staat op 40 minuten nog. Dus over 40 minuten gaan we opruimen. Zorg dus dat je tijdens die 40 minuten
en je estafette hebt gemaakt en op het Chromebook hebt gerekend. Als je dat af hebt, dan kun je dus aan je weektaak. En ik wil niet dat jullie zomaar op Google gaan of op YouTube, dat weten jullie. Maar ik denk, ik zeg het er toch even bij. Want jullie vinden het heel leuk om de achtergrond van Google telkens aan te passen. Ik wil dat niet hebben. Dat doen we niet op school. Dus je gaat of op Skoola, of op Mijn Klas, of op de Rekentuin, Taalzee, Topelmaster. Dat mag allemaal als je het af hebt. Je kunt ook aan je weektaak, spellingkaart, taaljournaal, jullie weten wat je kunt doen. En dan kunnen we vanmiddag naar de tweede pauze kunnen we spelen. En ik wil vanmiddag dan ook heel graag, want we waren vanochtend begonnen met Ecoline. Die sneeuwvlokken, die kunnen we dan even met lijm erop plakken. Dus dan hebben we die ook af. En dan kunnen juf Roos en ik vanmiddag en de kerstballen in de boom doen. En jullie knutselwerkjes al ophangen. En dan is die er gelijk al helemaal in de kerstsfeer. Ja? Als je nou toch nog een paar extra sneeuwvlokken wilt maken, dan mag dat. Want ik weet bijvoorbeeld dat Adonai heel graag knipt. Dat kan, want dan kan ik ze op het raam hangen bij het hertje. Oké, startronde. Klasdienst, komt u maar. TV op pauze zetten. Ik ben even bij de Intratuin geweest. Kijk, ik heb dit gekocht. Kijk nou, hoe schattig. Superleuk, met een boompje. En misschien dat ik hem wel ga meenemen naar de klas. Dat ik hem op de instructietafel ga zetten. Dat vind ik wel heel schattig. En wat heb ik nog meer? Dit. Deze is gewoon voor thuis. Heel weinig heb ik gehaald. Goed hem op. Zeker. En wij gaan nu... We hebben een focaccia broodje in de oven. Die gaat er over een paar minuten uit. Dan snij ik hem open. En dan doe ik dit erop. En dan snij ik wat tomaatjes. Die doe ik ertussen. En jij bent niet helemaal lekker. Ik ben zo niet helemaal lekker. Nee. Je voelt je niet lekker. Nee. Dus jij gaat lekker soep eten. Ja. Losbanden stonden op mijn bank. Staan gewoon de panden vonden. Ja. En ik heb mijn dekentje nodig zo. Ja, want je hebt de mannengriep. Je hebt de mannengriep, hè? Ik heb dat niet. Hoor, ik ben hartstikke verkouden. Nee, je bent echt niet lekker. Maar ik ga hem afsluiten. In één keer. Hup, paf. Sluit ik hem zo af. Boom. Wil je nog wat zeggen? Boom. Mango wil nog wel wat zeggen, volgens mij. Mango. Mango, wil je wat zeggen? Oké. Hij zegt bedankt voor het kijken. Alexa. Stop. Alexa die zegt dat ik nu mijn Philadelphia erop moet doen. Alexa. Nee. Simon says
Ha 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 ha